Welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Erik Vervuren en ik ben zo blij dat we eindelijk deze video nu online kunnen gooien. Voordat ik van start ga, wil ik jullie eerst nog even heel kort een andere video laten zien. Duurt ongeveer 45 seconden. Die heb ik namelijk geschoten voor Lieselotte als promo voor haar boek. Hoe stuur ik als beginnend modefotograaf een heel team aan? Welke aanwijzingen geef ik nou aan mijn model? Wat zijn de juiste camera, lenzen, lampen en andere apparatuur die ik allemaal nodig heb tijdens shoots? Hoe zet ik mezelf in de markt en wat deel ik eigenlijk allemaal op social media om de juiste klanten binnen te halen? En daarnaast, hoe zit het nou echt met auteursrecht? Dit zijn allemaal vragen die ik zelf had toen ik net begon met modefotografie. Herkenbaar? Inmiddels is dit voor mij ruim 10 jaar geleden en ben ik vol enthousiasme aan het fotograferen van mooie merken. Omdat ik mijn passie voor dit vak graag met jou deel, beantwoord ik in mijn boek De Fashion Camera alle antwoorden op deze vragen, zodat jij ook kan starten als modefotograaf. Zitten we dan? Dit is hem. Volgens mij zijn we nu 3 jaartjes samen. Voor de mensen die nieuw zijn. We zijn dus samen. Het is niet dat ik haar als een soort van gast gevraagd heb op mijn YouTube-kanaal. Nee, inderdaad. 3 jaar? Ja, hè? 2,5. Nou, een beetje voorbarig. Bijna 3. En ik kan me nog goed herinneren, toen wij begonnen met daten, was dit eigenlijk wel een van de eerste dingen die jij aanhaalde dat je heel erg graag wilde doen. Ja, omdat ik natuurlijk al 6 jaar bezig ben met mijn blog. Die ook dezelfde naam heeft. En daar deelde ik eigenlijk altijd al achter de schermen verhalen, tips. En ook natuurlijk via Instagram. En ik kreeg zo vaak vragen dat ik op een gegeven moment dacht, ja, ik wil wel heel graag een boek maken. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat zij op mijn kanaal is. Als je even andere video's wilt zien, moet je even in de hoek drukken voor onze Noorwegen video's. En ik kan me ook herinneren dat wat eigenlijk wel een van de meest, nou ja, belangrijke momenten eigenlijk, exact op dat moment voor je boek, namelijk de uitgeverij. Ja. Dat ging niet helemaal vanzelf, heb ik wel gemerkt. Nee, klopt. Dat kwam natuurlijk ook omdat, nou niet de uitgeverij, maar dat je er toen veel over hebt gehoord, omdat we 3 weken lang in de auto zaten. Ja. Samen. Dus toen, ja, na een tijdje, je rijdt alleen maar in de natuur rond. En daar begon echt wel het proces met een uitgeverij zoeken. Ik had toen, voordat we weggingen, alvast wat mailtjes eruit gestuurd. Een uitgeverij met het manuscript. Ik had eigenlijk al best wel veel tekst. Achteraf begreep ik dat je eigenlijk met veel minder tekst al naar een uitgeverij kan stappen. Alleen met het idee zou dat al kunnen. Maar ik vond het fijner om gewoon echt al een heel verhaal aan te leveren en het hele idee. En ik wist eigenlijk gewoon precies wat ik ging doen. Maar ja, dat bleek heel lastig te zijn. Want de meesten zeiden eigenlijk van ja, we zien er niet echt een commercieel succes in. Of het is te veel een niche of er zijn al genoeg fotografieboeken. En ja, dat laatste, dat klopt. Er zijn superveel fotografieboeken, ook in het Nederlands. Maar ja, niet over modefotografie. En daar gaat mijn boek over. En ja, ik schrijf volgens mij ook juist in het boek, ja, het is heel belangrijk om een niche te vinden. Misschien nog wel extra leuk om te melden dat ik weet dan dat het, zeg, 98% van het boek heb je volledig, echt volledig zelf geschreven. Ja. De laatste 2% is door iemand anders gedaan. Ja, door een jurist heb ik dat laten schrijven. Dat stuk gaat dan echt volledig over copyright, auteursrechten. Ja. En echt alle andere dingen die erbij komen kijken, want het is zo lastig. En ja, joh, ik weet het inderdaad wel, maar ja, niet genoeg om het helemaal duidelijk uit te kunnen schrijven. En zeker zoiets belangrijks moet gewoon kloppen. Ja, zeker iets inderdaad met rechten. Dus inderdaad, als je nou niet weet op het moment dat een klant of iemand van het internet jouw foto hebt gebruikt, wat dan de volgende stappen zijn en wat jouw rechten zijn, dan, dat zijn die dingen waar je in instantie over nadenkt, maar iedereen komt in dit vak, wordt daar op een gegeven moment mee geconfronteerd. En dan moet je toch elke keer op zoek gaan van oké, hoe moet ik ermee omgaan en waar heb ik nu recht op? En het feit dat het dus nu echt nog eens een keer geschreven is door een jurist, weet je in ieder geval helemaal zeker waar je staat. Wat is hetgeen waar je het allermeeste moeite mee had? Nou, ik denk toch het lastigste was nog wel het beeld verzamelen voor het boek. Want dan kom je weer terug op die rechten. Ik kan niet zomaar van iedereen een foto natuurlijk erin plaatsen. Dus ik heb iedereen een quitclaim moeten sturen, een toestemming moeten vragen. Ja. Dat was wel echt een uitdaging. En natuurlijk al die shoots. Ik heb ook nog een paar echt georganiseerd. Er staan natuurlijk wat ouder werk in, maar ook echt nieuw beeld dat ik erin wilde maken. Juist. In wilde zetten, in wilde plaatsen. Heb je al een persoonlijke favoriete hoofdstuk? Ik heb hem zelf nog niet helemaal gelezen. Ik heb altijd alleen maar de drafts gezien en dat uiteindelijke echte exemplaar nog niet. Dus ik heb nog wat huiswerk, maar heb je al één deel waarvan je zelf zegt, nou, dat qua opmaak of juist qua onderdeel, ja, dat je die denkt, ja, de pagina die jij nu net hoe je een shoot organiseert, er zit ook een handig checklistlijstje bij waar je aan moet denken. Dus dat
dat vind ik echt wel heel mooi gedaan. Totaal zijn het er 176 pagina's geworden. Aardig wat. In een trouwens heel mooi hardcover en geaccentueerde, ja, de plaksels, ja, zeg maar, die op de cover zitten, die zijn ook nog eens een keer echt gehighlight. Dus qua drukwerk is het ook nog wel echt heel tof gedaan. Maar ja, zoals het op de voorkant er echt staat, voor de startende modefotograaf. Ja, ja, ik had wel echt een specifieke doelgroep. Net zoals dat ik dat met mijn fotografie heb. En dat ik ook in het boek uitleg waarom dat zo belangrijk is. En hoe je dan eigenlijk ook je ideale klant vindt. Was hiervoor echt gewoon de startende modefotograaf. En dat kan dan eigenlijk op alle leeftijden zijn. Aan het begin dacht ik, oh, dat zijn dan echt studenten. Die, net zoals ik toen ook, tussen de 16 en 20 jaar zijn. Maar dat, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Want ik heb genoeg mensen die eigenlijk nu al het boek, hij is nu sinds vanochtend te koop, die het boek hebben gekocht, die boven de 50 zijn. En die het gewoon heel leuk vinden om gewoon ook meer te leren over modefotografie. Of gewoon die interesse hebben van, joh, hoe zit dat nou eigenlijk? En volgens mij kunnen we nog wat leuks gaan doen op dit kanaal. Ja, we gaan er eentje weggeven. We gaan er eentje weggeven. Mocht je hem al gewoon willen bestellen, dan kan dat volgens mij A, via de bekende boekenwinkels. Dus ACO, Bruna, Camera Express zelfs, als je nog fotospullen nodig hebt. Juist, stop hem die, erbij. En anders inderdaad bol.com, maar veel liever natuurlijk via haar eigen webshop. Link staat in de beschrijving ervan. Maar in ieder geval, omdat we natuurlijk ook eentje weg willen geven op mijn kanaal, zorg er even voor dat je ons beide volgt op Instagram. De link staat in de beschrijving van de video. En reageer even onder deze foto waarom je vindt dat je dit boek verdient. Dan komt hij zo snel mogelijk jouw kant op. Ik neem aan dat je een mooi handgeschreven briefje of iets bij komt te zitten. Dat zal ik doen, als je dat wil. Zet het er even bij. Voor nu, heel erg bedankt voor het kijken. Ram nog even op die abonneerknop en ik zie je heel graag weer in de volgende video. Dankjewel. Yes, dankjewel. Ik ben trots op jou. Goed gedaan. Oh, die was hard.